Dat is jammer, hè? Geen gezicht. Het is al 4 jaar zo. Dat had anders kunnen lopen. Bouwbedrijf Verwelius wil hier 120 woningen bouwen, waarvan 35 sociale huurwoningen. Iedereen enthousiast, behalve enkele aanwonenden, omwonenden, die eigenlijk vanaf het begin af aan hebben aangegeven dat ze meer drukte om hun huis heen, meer bebouwing om hun huis heen, niet zagen zitten. Hier komt een appartementengebouw van 4 hoog met ongeveer 35 appartementen en dat verschijnt. Ja, tamelijk in de buurt van de woningen, dat recht in het uitzicht van deze bewoners. Dus dat steekt het meest. Deze bewoners maken bezwaar tegen de nieuwbouw tot aan de hoogste rechter, de Raad van State. Tot spijt van Belangenvereniging Zwammerdam. Ja, er zijn hier jonge mensen die in het dorp geen woning kunnen vinden en dus noodgedwongen naar elders moeten uitwijken. Dat betekent dus dat er te weinig kinderen op de basisschool zijn. Het aantal leerlingen is gehalveerd in 20 jaar. Dus, en dat betekent ook iets voor het verenigingsleven. De leefbaarheid van het dorp staat op het spel. De bewoners die de procedures zijn gestart willen niet op camera reageren. Ze zijn absoluut niet tegen woningbouw. Ze zijn wel tegen het plan dat hier een complex van 4 hoog komt en het weghalen van de sloot. De gemeente en bouwonderneming willen zolang de procedure bij de Raad van State loopt nog niet reageren. De Belangenvereniging heeft een dringend verzoek aan de klagers. Alsjeblieft, ga om. Niet voor jezelf, maar voor de jonge mensen in het dorp die een woning willen. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State voert de hoop toch de boventoon. Begin 2026 hoop ik dat de eerste woningen hier staan.